kletsen. Een klein beetje dribbelen. Maak even schouder op. Adem even naar voren, naar achteren. Misschien ben je al een beetje warm. Of niet. Misschien heb je wel de stof gezogen. Misschien heb je wel de kastjes gedaan. Ik weet het niet. Wat je allemaal voor 10 uur hebt gedaan. Wat kan. Benen even naar buiten. Om lekker los bewegen. Loswerken. Dat doen we soms ook wel eens. Hier zie je niet meer in de paardensport, hè. Binnen naar werken. Ja, naar binnen brengen. Even recht, linkerknie omhoog, links, 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 top. En nu rechts, 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 rechts. 3, 2, 1, mooi. Dan gaan we even roteren. Een klein beetje roteren. Goed zo. Rug naar voren. Rustig naar voren buigen. Kijk naar achteren. Even je benen rustig buigen en strekken. Op en op, buigen en strekken. Niet te veel strekken. Rustig buigen en strekken. Voor de achterkant van je been. Ja, goed zo. Schud even uit. Pak je even vast. Je bovenbeen lichtjes weer te rekken. Om zo weer te voor zorgen dat jij de workout weer volledig kan meemaken. De andere been ook. Hou vast. Doe je heup even naar voren. Voel je hier juist de spanning. Die billen mag je gespannen houden. Zo, mensen, we gaan beginnen. 3 keer, 4 seconden. Maak een squat. Tegenover gesteld. 3. Klein beetje je buik, een beetje je buikspieren. 3, 2, 1 en start. Dus squat, elleboog naar je, tegenovergestelde knie. Ja? Hoeft niet echt helemaal te wiel, diepte, lekker. Ah, goeie dat die doet. Even wachten. Even een beetje hoor. Ja. Nou, ga lekker door. Dus van de zijkant gezien, rug recht. Altijd recht houden. Even naar beneden. Knieën hier gaan. Op weer omhoog. Ga eens links dus. Je mag best wel meer je buik gebruiken om eventjes je buik weer aan te spannen. Dus knie wel hoog optrekken. Knoog optrekken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ontspannen. Gaan we zo meteen nog een keer doen. Free show. Gaan we pendelen. Pendelen, yes. En heb je een beetje actief rust. Dan ben je de tweede keer. 4, 3, 2, 1. Het begin hoeft nog niet zo moeilijk te zijn. Hier kun je ook langzaam warm worden. Diepte. Kom maar. Goed uitademen. Als je omhoog komt. Inadem als je zakt. Uitadem hoog. In en uit. Daar. Klasse. Dus gewoon mooi hoog optrekken. Die knie misschien hoger dan je heup. Dat kan. En je benen ook iets meer laten zakken. We zijn weer begonnen. Jouw dinsdagochtend, BBB nummer 8 alweer. Ik weet niet hoe lang je al meedoet. Het is nummer 8. Even dribbelen. Klasse gedaan, doen we nog 1 keer. Dan gaan we iets zwaarder maken. Tenminste, andere oefening. 7, 6, 5, 4. Klaarstaan, 2, iedereen. Kom maar, zakken. Knie, zakken, knie. Mag iets actiever, dus wat vlotter. Nu wat zwaarder, 2 keer veren.
Bam. Twee keer vieren. Daar. Dat kan ook. Je kunt zoveel variaties inbrengen. Als je maar weer beweegt, hè. Als je maar weer de spieren weer op spanning krijgt. In plaats van dat je nu op 10 euro al aan de koffie zat. Hè? Ja, dus hier even effectief trainen, mensen. Voilà. Nou, stukje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo. Even ontspannen. Dan gaan we naar de volgende oefening. Hak van de grond. Gaan we squatten met je rechterbeen. Ja, 3, 2, 1 en go. Dus linkerhak omhoog. Zijkant gezien, knie mooi boven de voet houden. Niet te ver naar voren, dan krijg je last van je knieën. Goed je knieën naar achteren. Rug recht, actieve rug. Geen knie te holle rug, daarom je buik ontspannen. En blijf op je stambeen leunen. Blijf daarop leunen. Kijk naar voren. Ja, dus hier heb je nauwelijks gewicht op. Alle gewicht op je stambeen. Goed diep doorzakken. Kom maar. Dus squat met één been even. Twee. Ga gelijk door naar je andere been. Ja. Gelijk door naar die andere been. Dan kan je andere been even rust houden. Ga je mee door. En hier gaan we wel even oefenen om. Achter elkaar door naar de kant. Dus van de zijkant gezien. En zie hier de volledige spanning. Bijna 90 graden. Dus die kun je dieper. En omhoog komen. Je andere hiel. Dat is van de grond, hè. Kom. Je mag al met zwaarder ademen. Adem je al wat zwaarder? Heel goed. Doe flink mee. Je linkerbeen in zo zet. 5, 4, 3, 2. Rechterbeen, tweede ronde. Kom maar, gelijk weer door. Zie, nu zijn we weer wat actiever bezig. Ook in 40 seconden. Vier. Nauwelijks op je voet leunen, hè. Nauwelijks op je in de vloer duwen. Alles op je rechterbeen in de tweede ronde. Natuurlijk kan het zijn dat je je rug of je buik misschien minder gespannen hebt. Span hem extra aan, mensen, vooral als je dieper gaat. Kom maar. Hoge, laag. Gaat ie? Minder zwaar. Hier, hè. Doe je meer? Ga je vier. Ja, gelijk weer door. Andere been. Was je al gewisseld? Kom. Dus je weet dat die tweede ronde mag, hè. Tweede ronde mag. Ga niet te diep, dus krijg je een disbalans in die heup, tot deze heup hoog staat. Wel maximaal die buik aanspannen en je been. Kom maar, 10 seconden. Yes, 2, 1, laatste ronde, andere been, gelijk door. Misschien weer wat 3 keer vieren. 1, 2, 3 en omhoog. Jouw keuze, mensen. Je mag gewoon weer omhoog en naar beneden. Of je voet nauwelijks de grond raken. Nauwelijks. Kom maar. Ja, en zo maak ik hem sterker. Dus die laatste ronde met je rechterbeen. Blijf doorgaan. Wij blijven doorgaan. Jij blijft doorgaan. En jij blijft doorgaan. En jij blijft doorgaan. Nog 3, 2. 1, andere been hier, zo ook weer. Kom maar. 3 seconden. Zijkant nog gezien. Niet te hollerig. Ook zeker niet te hollerig neutraliseren. Misschien heb je wel een spiegel thuis. Vast wel dat je een keer kijkt hoe jouw squat eruit ziet vanuit je zijkant. Bijna. Kom maar. Je kan dit zelfs ook op een verhouding doen, hè. Je voet op de trap. Probeer de volgende keer maar eens. Dus deze voet, stambeen op de trap. Ja? Heb ik in volgens mij deel 6 gedaan. Yes, mensen, even uitschudden.
Zo, volgende oefening. Die ken je? Maar nu hou hem vast. Vijf tellen. 10, 2, 1. Ja, kom. Hoog. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1. Omhoog. Vastzet. 5, 4, 3, 2, 1. Flip omhoog. Diep doorzakken. 5, 4, 3, 2, 1. Leun op je hakken, hè. Teen ontspannen. 2, 1. Omhoog. Kom. 5, 4, 3, 2, 1. Nu volhouden. Dans komen, misschien hoger. Vastzetten, gelijk vastzetten. Dat betekent dat je in één keer stil moet staan. In één keer stil. Nog een keer, omhoog. Stil. Lekker, even uitschudden, tot de seconde. Hier heb je wel pauze nodig, hè. Nog twee keer, voor die benen. Klaar? Vijf, vier, drie. Probeer omhoog te springen. Weer dieper neer te komen. Dus op. Pas hem. 5, 4, 3, 2, 1. Kom maar. Gebruik die arm om omhoog te springen. 4, 3, 2, 1. Op. 7, bam. Vlammen in je maximale kracht. 2, 1. Ja, zo. 3, 2, 1. Weer, kom op. Hup. 5, 4, 3, 2, 1. Ga door, hè. Kun je hoger dan mij? Kom op. Misschien kun je het plafond aanraken. 5, 4, 3, 2, 4. Maximaal. Kom op. Even hoger. Blijf maar staan. 3, 2, 1. Goed zo. Laatste stukje. Even uitschudden, hè. Ik denk dat je het nog nodig hebt. Kwam je wel omhoog of niet? Of was het maar dit? Maakt niet uit. Als je maar van de grond afkomt. Ja? Als jij maar of zo, maakt niet uit. Als jij je hele lichaamsgewicht van de grond brengt. En dat is toch power, mensen. Kracht in je benen. Kom op. Dit is die laatste ronde. En met hem op. Huppa. Flink zijn. Skiefkansen gaan toch niet door, dus huppakee. Van die bergen van hup, op een bult en weer de lift. Ga door, mensen, nog 10 seconden. Kijk als je nog naar boven kan. Maximaal nu, kom op. Maximaal, ja. Doe mee. Ja, schud uit, mensen. Drink even wat. Even een stokje water. Met de buik. Beginnen. En de tenen heb ik zo meteen nodig. Hou bij de hand. Bij de laatste oefening. Oefening 1. Beginnen we. Optie. Mag hier blijven. Dan mag je dan op de knie dichter voorbrengen. Ja? Dus dat kan op de knie als wat minder zwaar wil trainen. Dan gaan we. 1, 2, 1. Niet te veel bol maken. Die gaan hou je recht. Als een plank. Soms ga je ook een beetje je rug. Hou je lichaam lang. Rustig aantikken. Op 20 seconden. Je nek lang houden. Blijf ruim ademen. En doe gezellig mee. Nog 10 seconden. 6. 5, 4, 3. Hou even rust. Even rust, mensen. Zometeen gaan we naar dezelfde. Weer. Dus lichaam recht. Knieën. Tweede optie. Op de knie. Misschien de knieën verder naar achteren. Of op je tenen. Dan gaan we weer. Mag ook je knieën raken. Ha? Je teen, je voet, lichaam recht, niet te snel, natuurlijk allemaal snel, maar rustig in je been,
Daarom, zeker niet snel. Tijd nemen. Nog 8 seconden. 7, 6, 5, 3, 1. Mooie telling, hè? Nog 1 keer. Maximaal je buik, spannen naar de boven.
de heup boven je knie laten terugkomen. Dus niet helemaal naar achteren. Daar of neer. Naar voren. En weer terug. Weer niet zo ver. Dan merk je gelijk. Maar goed die rug volhouden. Goed je buik ontspannen. 4, 3, 2, 1. Ja. Nou, even de andere kant van je kamer. Kun je even voelen. Dus, de roll-out op je buik. Dus je kent het wel met een wieltje, met een wiel. Voor en achteren. Nou, als je dat niet hebt, dan zien we het weer doen. Doe het volgende. We gaan. Dan ga ik de eerste kant even schoonmaken. De schoonmaakers zullen wel jaloers zijn. Wow, dat willen wij ook. Strakke buik van. Kom hè. Zij wil even laten zien. Dus rugbol houden. Kijk hoe ver je kan komen. Maximale spanning in je borst. Ook in je buik. Natuurlijk ook in je armen. En het allemaal samen knijpen vanuit je koor. Eén keertje nog. Doe nog een half beetje schoon. Laatste keer weer eens. Probeer niet te snel te gaan, maar wat meer naar voren en na te blijven. Dus voeren. Ja, dat is van de zijkant te zien. Leun op standbeen. Je schuift je benen achter. Breng hem weer terug. Schuiven. En terug. Halen. 3, 2, 1. Ja. Laag. En weer omhoog. Diepte. Op. Als het been. En helemaal ontspannen. Alles vanuit je voorste been. Werken. Dus omhoog komen. Maken, hè? Dus je hebt niet eens met een teen op de zij. Kom maar, naar beneden, achter omhoog. En die achtste been mooi ontspannen. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gelijk door, andere been. Dus, nog een beeldje, ja, hè? Zo. Dus kijk uit dat je niet uitglijdt, maar alle weerstand op je. Voorste been. Meestal heb je als je lunch maakt wat gewicht op het achtste been en hier schuif je. En als je verschuift, betekent dat je been ontspannen is. Maar dit been juist niet. Die doen we ook 3 keer hoor. 5, 4, 3, 2. Dus, andere been weer. Gelijk weer door. Kom maar. Je mag ook hier 2 keer veren en weer op.
middenspier. Dan voel je dat die aangespannen zijn. Bovenbeen en hamstring en de bil. Een klein beetje. Ja, je mag wat voelen. Kom, kun je nog wat lager? Je achtste been bijna aan de grond. Of je heup lager dan je knie. Dan rek je nog meer je bilspier op, die hamstring. Om dan weer aan te spannen. Ga lekker door. Ja. Twee keer veren. Kom maar. Laten we een foto van je maken, mensen, dat je met de teen bezig bent. Hé, hey, voor jouw moment deze maand. Blijf doortreden, hè. Kom. 1, 2. Een fotowedstrijd. Ook een mooie foto in je leven, mensen. 5. Mijn gezicht. Heb ik het moeilijk of valt het mee? Andere been, dan gaan we weer. Ja. Mag ook twee dikke vieren. Laatste stukje of je gaat gewoon wat dieper. Blijf steeds spanning houden. Kijk, controleer nog even dat je knie boven je voet staat. Dat je tenen ontspannen zijn. Dat je kunnen wiebelen. Kom op, geef me je power. Dat had je niet verwacht, hè, met een theedoek. Even nog, 3, 2, 1. Yes, gelijk door, kom op. 4, kom. Natuurlijk, als je het filmpje nog een keer terugkijkt of nog een keer wil doen, kan. Misschien jouw eigen minuten. Dat je zeg maar dit wel 3 keer 4 seconden doet. Met 20 seconden rust. Ah, ben je weer aan het trainen. Kom, even lager. Train je been. Zo ja. Ik vind het nog te makkelijk. Rugtas met boeken. Alles kan. Zo. Even uitschudden. Nu, zijwaarts, pak ook een beetje de binnenkant van je been. Dus daar, even terug. Yes, dus zijwaarts, omhoog komen. Gaan we. Zijwaarts, en omhoog. Spierspanning blijft bijna hetzelfde van je been. Alleen je andere been, de binnenkant van je been, moet je iets meer gebruiken. Lichaam, houd je mooi in één lijn. Kom maar, schuif maar. Maak de vloer wat mooier. Ze krijgen een mooie kring, ik weet het niet. Van die boetskringen. Gaat je nog? Je bent er bijna. 2, gelijk door. Huppakee, laag. En weer omhoog. Van de zijkant gezien, je knie niet naar voren brengen. Dan kan je last van je knie krijgen, maar juist naar achteren. Dit is ontspanning, hè? Dat voel je wel. Als je bovenaan zit, kun je ontspannen. Als je laag zit, is dit spannen. En die train. Navel een beetje intrekken. En ruim toe ademen. En gewoon lekker laten gaan. Lekker laten gaan. In 5. 4, 3, 2, andere been, gelijk weer door, yes. En dan heb je andere been weer rust. Zijwaarts. Recht omhoog. En probeer ook vanuit je hak omhoog te komen. Niet vanuit je bal van de voet. Vanuit je hak, je hebt de hele voet heb je wel op de vloer. Maar vanuit je hak breng je je lichaam omhoog. Dus je tweede ronde, ik deed het niet, maar je mag 2 keer veren. 1, 2, slide. 1, 2, slide. Goed zo, kom. Andere kant, gelijk door. 1, 2. Zo meteen als je theedoek oppakt en je kijkt de onderkant van je theedoek. Is hij mooi schoon?
Dan heb je de hele vloer, keuken of woonkamer. Als die niet zo schoon, dan weet je wat er te doen staat vandaag. Boenen. Laatste stukje hoor. Laatste keer. Andere kant. Drie keer of twee keer, of je gaat wat dieper. Maar ook in die derde ronde. Kom maar, derde ronde. Wegtrekken. Zo, we gaan duiken de richting over mensen. Kom maar. Weer andere oefeningen. Elke keer de andere oefeningen. Sommige oefeningen komen terug. Maar veel variëren. Dat is het belangrijkste. Tenminste, sowieso in 30 minuten. Dat we het niet te saai maken, maar wel de spieren blijven prikkelen. Laatste keer met dit been. Kom op. Lekker warm? Ja? Waarschijnlijk heb je de kachel wel aanstaan. 20 graden, 21 graden. Dat is wel weer zweten. Ja, of je staat buiten. Of waar dan ook, in je kachel, dat kan ook. Dat je expres hem even uit hebt gelaten. We zijn er bijna, nog 10 seconden. En nu nog één oefening voor die hamstring. Lang maken en kort. Buik aanspannen, rug aanspannen.
lastig bij je wordt. Blijf heerlijk zitten. Kop op je rug liggend. Breng één been lucht in. Teen naar je toe. Rustig je schouders ontspannen. Om de hamstring gelijk te rekken. Veetjes goed strekken. Andere. Hak naar boven. Kijk je hoofd vast oppakken. Schouders ontspannen. En dit hè, op de hamstring. Pak je kievas omhoog. Bij de voeten tegen elkaar af. Maak je klein. Even de binnenkant van je been. Nee, dat side slide. Mooi. Een keer maak je zit. Rechterbeen voor. Rechtop. En maak een twist. Even voor die rug. Rotatie. Buik een beetje ontspannen. Even zelf wandelen. Bij deze, fijne dag allemaal.